Mijn naam is Tanja en ik heb misschien, wellicht, eventueel, een klein beetje een geldprobleem. Hoi Tanja! Ik geef niet veel geld uit, denk ik. Ik kan goed met geld omgaan. Ik heb alles onder controle. Wat? Nog maar 13 euro? Welkom bij mijn nieuwe serie. Ik kan goed met geld omgaan, maar toch is het altijd op. In deze serie wil ik het gaan hebben over mijn geldprobleem, waarover ik nog steeds een beetje in de ontkenningsfase ben. Maar goed, we gaan er toch wat aan doen. En eigenlijk heb je net al één van de problemen kunnen zien. De maand is nog maar net begonnen en het geld is alweer op en ik heb geen idee waar het heen is gegaan. En dan open ik mijn app, want dat kan tegenwoordig. Je opent je app en je kijkt wat je hebt uitgegeven. En ik zie alles wat ik heb uitgegeven. En ik snap nog steeds niet waarom het geld op is en waar het nou precies heen is gegaan. Niet omdat ik niet kan lezen, maar blijkbaar meer omdat ik niet kan rekenen. En dus niet snap dat al die kleine bedragen ervoor hebben gezorgd dat er een groot bedrag van mijn rekening af is geschreven. Dat is eigenlijk het eerste probleem waar ik een beetje klaar mee was. Er is ook nog een tweede probleem. Ik heb schulden. Vrij grote schulden. Als je denkt, Tanja, hoe kom je aan schulden? Dit is hoe je aan schulden komt. Geen geld hebben en toch een cursus Spaans willen doen. Geen geld hebben en toch een feest willen geven. Weet je waar het is, ik voel me sexy als ik dans. En dan vervolgens, omdat je zo graag met je vriendje naar Taiwan wil, Taiwan tickets kopen. Terwijl je de vorige vakantie nog niet had afbetaald. Dat allemaal bij elkaar opgeteld resulteert dus in een grote schuld bij Joren. Waar ik zo snel mogelijk van af wil. Maar dat is niet de enige plek waar ik schulden heb. Ik heb ook schulden bij mijn vader. Zo heb ik een verrekijker gekocht voor Joren voor zijn verjaardag. Het was een tweedehands verrekijker, die was van mijn vader geweest. Die was nog best wel wat waard. Dus ik heb mijn vader er wat geld voor moeten geven. Dat heb ik nog niet gegeven. Ook gingen mijn ouders met mijn oma naar Soldaat van Oranje. Leek me super leuk om mee te gaan. Heb ik nog niet betaald. Tot slot krijg je nog heel leuk aan het eind van het jaar een berichtje dat je al je psycholoogkosten van 100 jaar geleden nog steeds niet allemaal hebt betaald. En leek mijn vader dat ook moeten voorschieten. Dit samen is een grote schuld. En dat vind ik niet leuk. Niet alleen is het nu heel moeilijk voor mij om te sparen voor dingen, omdat elke keer als ik iets spaar, moet het eigenlijk meteen doorgesluist worden naar diegene bij wie ik schuld heb. Het is ook gewoon niet fijn. Een niet fijn gevoel om schulden te hebben bij iemand. Laatst ging ik lunchen met een vriendin, wat ik niet helemaal te doen, want ik had geen geld. Maar ik deed toch. Toen had ik het over Joren en ik zei, ja, ik heb geen geld. Of nou ja, ik had nog net wel een beetje geld, kon het wel betalen. Maar ik wist ook niet zo goed hoe ik dat moest oplossen. Want het was een vriendin die ik al 2 jaar niet meer had gezien. En kon ook niet echt naar mijn huis. Want ik woon in Oegstgeest en we waren in Nijmegen. En zij woont ook niet in Nijmegen. Dus het was gewoon niet handig. We moesten gewoon ergens gaan zitten eten. En toen gaf Joren een briefje van 20. Waar hij zich heel cool over voelde. Want hij vond het heel leuk om zo'n briefje van 20 te geven. Van hier gaan we lekker eten, meisje. Maar om dat dan aan te nemen bij iemand waar je 2000 euro schuld bij hebt, voelt gewoon niet goed. En wilde ik eigenlijk ook niet doen. Dus het leek me leuk om er een video over te maken. Maar ook omdat ik dan misschien tips kan geven over hoe ik mijn problemen ga oplossen. En dat kan misschien ook anderen helpen. Als je eventueel ook een geldprobleem hebt. Dus dit is eigenlijk het inleidingsfilmpje waarin ik ga vertellen wat ik ga doen. En dan ga ik volgende maand, begin maart, zet ik een filmpje online. En dan kunnen jullie zien hoe het me vergaan is in februari. Wat ik ga doen, specifiek. Wat ik ten eerste ga doen is strenger voor mezelf zijn. Voor mijn gevoel koop ik nooit wat voor mezelf. Voor mijn gevoel koop ik alleen maar dingen die ik moet kopen. Zoals cadeautjes voor mensen en treinkaartjes, omdat ik daar naar Nijmegen moet en dat soort dingen. Maar ik heb het allemaal eens bekeken. Uitgaven die ik niet had hoeven uitgeven. En vanaf afgelopen september tot en met nu. En dat was toch wel een behoorlijk bedrag.
omdat ik toch nog meer danscursus ga doen. Of ik weet nou niet meer waar dat geld heen is gegaan. Maar ik doe toch blijkbaar meer dan ik denk. Dus ga ik nog strenger voor mezelf zijn. Niet met vrienden lunchen als je ook gewoon thuis kan zitten. Niet door de week naar Nijmegen als ik voor de trein moet betalen. Als het niet echt moet. Daarbij wil ik ook graag, als ik iets uitgeef, het meteen opschrijven. En als ik dus daarna weer iets uitgeef, dat meteen bij elkaar optellen. Zodat ik echt het kan zien opbouwen. Want zoals ik net al zei, heb ik heel vaak een probleem. Ik zie niet hoe al die kleine bedragen, hoe dat opeens heeft veroorzaakt dat er 300 euro van mijn rekening afgeschreven is. Dat is niet zo gek dat dat zo is, want 10 keer 10 euro is 100 euro. Dus het gaat best snel. Dus ik dacht, als ik het nou allemaal opschrijf en meteen bij elkaar optel, dan kan ik het zien gebeuren en kan ik ook aan de bel trekken. Iets anders wat ik wil doen is zoveel mogelijk werken. En dit wordt best lastig, want juist komende tijd begin ik aan een nieuwe opleiding en heb ik misschien wel amper tijd om te werken, maar ik moet dus echt even mezelf kapot werken door toch ook nog daarnaast te werken, omdat ik gewoon het geld nodig heb. Zo simpel is het gewoon. Als ik nog iets wil kunnen sparen, als ik enigszins snel van die schulden af wil komen, dan moet ik gewoon veel werken. Alles aannemen wat ik kan aannemen en hard doorwerken. En dat resulteert misschien in niet heel gezonde dingen voor mezelf, zoals misschien later gaan slapen en dat soort dingen. Maar ik heb nu heel erg de instelling van het is gewoon even nodig en ik moet gewoon even hard werken. Ik kan daar ook best wel goed tegen. Ik kan best wel goed zonder ontspanning, zeg maar. En ik kijk s'avonds dan toch even een uurtje tv met Joren en dan is het wel goed. Dan heb ik mijn ontspanning echt wel gehad en dan kan ik gewoon best wel hard doorbikkelen. En dat moet ik ook gewoon echt gaan doen. Wat ik misschien ga doen, ik zou natuurlijk ook nog doelen kunnen stellen. Maar dat doe ik nu nog even niet, omdat ik het heel moeilijk vind om te kunnen inschatten hoeveel ik überhaupt kan gaan werken en hoe snel ik dus van die schulden af ben. Maar dat is in ieder geval mijn voornaamste doel. Om de schulden zo snel mogelijk af te betalen. Dan begin ik bij mijn vader. Gewoon puur omdat hij en sneller afgelost is, maar die is veel kleiner. En mijn vader is iets vervelender over schulden. Weet je, als ik dan iets zeg of ik heb dan toch iets gekocht, wat natuurlijk niet mag, maar stel je voor dat ik iets doe wat in mijn hoofd, waar ik niet, wat niet anders kan, zoals een cadeautje aan Johan geven omdat hij iets goed heeft gedaan. Ja, dat moet ik dus ook minder doen, minder cadeautjes kopen voor mensen. Maar stel je nou voor dat er iets is wat Johan doet, waardoor ik denk, ja, maar hij verdient iets, het moet, en ik koop iets kleins. En ik zeg dat gewoon tegen mijn vader, dan weet ik dat hij gaat zeggen, hey, je hebt schulden bij mij. Dus begin met mijn vader, dan ben ik daarmee klaar. Joren is er een stuk relaxter in. Dat komt daarna. En wel echt zo snel mogelijk. En wat ik verder toch ook wil, is mijn eigen... Daar is naast die schulden afbetalen, zou ik ook wat liefst proberen iets te sparen voor mezelf. En niet dat sparen helemaal stil ligt. Want ik word er gewoon heel depressief van, sinds ik de laatste keer collegegeld heb moeten betalen, hoe leeg mijn spaarrekeningen zijn. Het is gewoon heel vervelend. Dus ik ga proberen ook daarnaast nog voor mezelf iets te sparen, zeg maar. Dat er ook wel iets gebeurt. Goed, volgende maand horen jullie hoe het is gegaan. Hoeveel schuld ik al heb afbetaald. Jullie zien misschien wel moeilijke momenten. Of jullie zien misschien wel trotse momenten. Ik weet nog niet precies wat er gaat gebeuren natuurlijk deze maand. Dus ik kan nog niet zeggen wat jullie gaan zien. Maar jullie gaan in ieder geval zien hoe het me is vergaan. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video.